In dit filmpje ga ik werken met Kera Direct, met directe kleurpigmenten. Maar ik kan jullie ook vertellen, dit wordt mijn moeilijkste filmpje ooit. Waarom? Dit is namelijk mijn dochter. Nou, een grotere uitdaging bestaat er volgens mij niet. Maar als we gaan kijken naar de haar, dan zit ze op een natuurhoogte kleur 6. Nou, ze wil helemaal tot aan de aanzet, wil ze echt wel wat felle tinten. Dus ik zal dat moeten gaan blonderen. Nu zien jullie hier een rest. Nou, ze was paars met blauw, maar door het zwemmen en alles is het helemaal gebleekt. Je ziet nog een beetje rozig, je ziet wat mintgroenig door het uitwassen. Dus wat ga ik doen? Ik ga op de aanzet ga ik blonderen. Dan doe ik een schoonmaakwassing op de lengtepunten. En dan ga ik heel veel verschillende kleurtjes ga ik aanbrengen. Nou, zijn jullie nieuwsgierig? Kijk dan naar het volgende filmpje. En wens me succes, want met deze dame gaat het denk ik wel even duren. Toch, Sarah? Ja, waarschijnlijk wel. Als er moeders met kinderen meekijken naar dit filmpje, dan snappen jullie mijn gevoel hoe trots ik op mijn dochter ben, Sarah. Dat ze dit durft en dat ze dit vol zelfvertrouwen draagt. En nou, ze is zelf helemaal happy de peppy. En als mama zijnde kan je zelf niet meer wensen. Ik ga blonderen met 6% en ik voeg Kerabond aan mijn Kiss Snow White toe, zodat het haar wat sterker blijft tijdens het blondeerproces. Het allerbelangrijkste bij blonderen is dat je het product heel dik opzet en dat je met hele smalle passeetjes werkt. Ik krijg nog wel eens de reactie van, goh, hè, mijn blondeer die blijft altijd wel wat warmer of wat meer oranje. Dan kan ik eigenlijk al wel gaan zeggen dat de passees te dik zijn opgenomen en dat de Snow White niet dik genoeg is ingezet. Nou, ik deel altijd het haar af in 4 vlakken. In het midden een scheiding en dan van het hoogste punt van het hoofd achter het oor. En dan vanuit daar neem ik hele dunne passeetjes en zet ik mijn Snow White aan beide kanten, zet ik hem in. Dus jullie kunnen het hier ook zien, het is een halve centimeter. Als ik dan mijn passé omklap, dan zien jullie al de Snow White, de blondeer, er doorheen schijnen. Zo smal zijn mijn passeetjes. Heel dik inzetten en dan vanuit daar gewoon geduld hebben. Als je op deze manier de blondeer aanbrengt, dan kom je echt 9 tinten lichter dan de natuurkleur. Zolang de blondeer niet is uitgedroogd, dus of ingedroogd, is die nog werkzaam. Je moet dus ook echt geduld hebben en de kleur langzaam zijn werk laten doen. En dan kom je echt wel 9 tinten lichter. Ik ga op de lengtepunten een schoonmaakwassing aanbrengen. En dat doe ik met 1 deel Snow White, 1 deel DMI, dat is 1,9%. En 1 deel volume shampoo. Dan is het heel makkelijk aan te brengen op de lengtepunten en dan heb je echt een zachte schoonmaakwassing heb je te pakken. Om de lengtepunten ook een beetje te beschermen tijdens deze schoonmaakwassing voeg ik ook hier stap 1 van Kerabond aan toe. Nadat de aanzet 50 minuten heb ingezeten ga ik dus de lengtepunten aanbrengen of ga ik de lengtepunten insmeren met de schoonmaakwassing aan de wastafel. De aanzet heeft dus in totaal 1,5 uur heeft hij gezeten en de lengtepunten hebben, nou, ik denk met inzetten erbij, 30 minuten in totaal erin gezeten. Passé voor passé opnemen en ik vind het altijd het makkelijkste aan de wastafel. Het product is ook ietsje dunner door je volume shampoo, maar op deze manier werkt het gewoon lekker en kan je het haar in de wasbak laten hangen. Wat je mij ziet doen met de lengtepunten is echt het product in het haar wrijven. En dat scheelt echt, want het is natuurlijk een hele lichte formule. Maar als je blijft wrijven in die lengtepunten, zie je dus echt wel langzaam de kleur eruit gaan. En dat je dan een mooie basis hebt om vervolgens weer door te gaan met je Kera Direct kleurtjes. Ik heb het haar 2 keer gewassen met de Kera shampoo van Kiss en vanuit daar ga ik de Kera Boost Infusion opzetten. Ik mis namelijk de keratine in het haar door het blonderen en ik wil dat mijn kleur straks zo lang mogelijk in het haar houdbaar blijft. Dus ik spuit Kera Boost Infusion erop, daaroverheen ga ik Kera Max Treatment en die zorgt ervoor dat de keratine in het haar vastgezet wordt en dan heb ik een hele mooie basis om er overheen te kleuren. Dit zorgt echt voor een langere houdbaarheid van je kleur. Want je weet allemaal, zodra je met directe kleurpigmenten aan het werk bent, dan gaat de kleur er ook wat sneller uit met wassen. Gelukkig wilde Sarah een lange lop. Dus ik kan die mintgroene punten die er nog zitten, die kan ik voor een heel groot deel kan ik die wegknippen. Mijn eerste scheiding is vrij hoog, maar dat komt omdat Sarah haar nekje helemaal heeft weggeschoren. Ik maak mijn eerste lijn en dat is echt een
botte afgeknipte lijn. We noemen het ook wel de blunt cut. En dat wil zeggen dat alle haren op één lijn recht zijn afgeknipt. Nou, ik werk met de kamcontrole techniek. Ik wil geen spanning op het haar zetten met mijn vingers. En elke lijn die ik op mijn eerste lijn knip, die is er kaarsrecht op. Dus ik laat het niet een stukje langer, ook niet een stukje korter. Hij is er kaarsrecht op. Als ik dan de lijn heb net achter het oor, projecteer die een beetje meer naar achteren, want ik zit altijd in de weg met een schouder. Ik projecteer hem nu een klein beetje op de schouder en sluit hem aan. Hiervoor moet ik wel mijn vingers gebruiken. Maar doordat ik het haar een beetje naar buiten projecteer, creëer ik iets of wat extra lengte aan de voorzijde. En dan weet ik wanneer het droog is dat hij helemaal kaarsrecht is en dat hij een mooie rechte lop geknipt is. Controleer je ook elke keer als je aan beide kanten geknipt hebt. Dat doe ik hier ook. Kijk, dan maak ik ook een kleine correctie. Vanuit hier is het makkelijk om een correctie te maken. Wanneer je helemaal klaar bent en je merkt dan dat de ene kant langer is dan de andere kant, dan wordt het vervelend. Dus terwijl je aan het knippen bent, check jezelf dan ook. Nou, ik gebruik 3 passés of 3 afdelingen om het gehele haar te knippen. Want zolang ik de gidslijn er doorheen zie komen, hoef ik niet meer passés af te delen. Je kan alleen maar meer fouten maken als je deze lijn met 20 afdelingen knipt. Dus zolang je de gidslijn aan de onderzijde ziet, knip dan gewoon je lijn mooi de kaarsrecht op. En dan heb je echt die blunt cut heb je dan te pakken. Nou, alles mooi aansluiten. Ook hier zie je, ik projecteer hem wat naar voren, omdat ik wat spanning op mijn vingers zet. Dus, of als ik met wat spanning op het haar zet, dus zodra het droog is, dat voorkantje wordt dan nog ietsje hoger en dan kom ik helemaal in die rechte lijn uit. Deze lijn kijk ik dan alle tijden droog na. Nu is de stand van het hoofd helemaal rechtop. Wanneer het droog is, laat ik ze echt nog wel eventjes naar beneden kijken en zorg ik dat er geen ene haartje meer onderuit komt. Dus een hele snelle kniptechniek, maar wel helemaal volgens de laatste trend van nu. Wanneer je dan beide kanten helemaal geknipt hebt, dan kan je het haar nog van links naar rechts kammen om te controleren of er nog wat haartjes overheen komen. Maar net wat ik zeg, eigenlijk het liefste gewoon lekker nakijken wanneer het haar droog is. Nu zien jullie ook de basis waar ik op ga werken met de directe kleurpigmenten van Kiss. Wat ik vergeten ben te filmen is dat ik het haar gedroogd heb, want deze kleur gaat namelijk op droog haar. Hier zien jullie alle kleurtjes. Nou, ik heb met Sarah al besproken wat ze precies wilde en ze wilde een wat fellere oranje-rozige tint wilde ze op de aanzet. Dat had ze ook op een plaatje gezien. Nu hebben wij niet de koper of oranje kleur in onze Kera direct. Maar als we gaan kijken naar het kleurenwiel, als ik rood met geel ga mengen, krijg ik oranje. Nou, dan gaan we mengen en dan zie je dus al dat ik een oranje-rozige kleur tevoorschijn haal die ze ook heel graag wilde. Ik wil wel met felle tintjes gaan werken, maar ook niet te fel. Dus ze mogen wel aanwezig zijn. Dan gebruik ik de clear samen met de gekozen kleur, in dit geval de purple, en dan ga ik mengen. Doordat ik werk met een direct kleurpigment, kan ik gelijk in het bakje zien hoe dat de kleur wordt. Dus doordat ik hem meng, dan denk ik van, nou, ik vind hem nog net een beetje te zwak. En dan voeg je gewoon wat kleur toe en dan meng je hem net zo lang tot je denkt van, ja, dit is mijn gewenste kleur. Ik heb dus de purple gebruikt, ik gebruik zo dadelijk de tulip en ik gebruik de teal. Die kleurtjes had ze allemaal uitgekozen. Elke keer een klein beetje kleur bij je kleer doen, want je zal merken dat de Kera Direct tinten heel intensief zijn. Dus zodra je een pasteltint wil maken, dan zou ik zeggen gebruik heel veel kleer en zomaar een klein drupje van onze Kera Direct kleuren van Kiss. En dan gaan kijken voor je pasteltint. Want kijk maar hier, ik voeg er maar een klein drupje aan toe en dan zie je al hoe sterk dat die is. Ja, ik zit tegelijkertijd mee te kijken in dat bakje. Grappig, maar hè, dan kan je al zien dat onze tintjes echt sterk zijn. Nou, het geldt nu weer exact hetzelfde. Op de aanzet zet ik mijn kleur op droog haar. Zorg er wel voor dat je dan de kleur een beetje blendt, want ik wil geen hele rechte lijn willen krijgen. En ook nu weer hele kleine, fijne passeetjes opnemen. Werk ook netjes rond de contourlijn, want de Kera Direct die kan een beetje in de hoofdhuid gaan kruipen. Dus zolang je werkt met een mooie contourlijn is dat geen probleem.
Zie hier smalle passeetjes, ook weer die Vivax afdeling. Zorg dat je je kleur blendt, dat je niet een kaarsrechte lijn krijgt, want straks kan je hem ook weer mooi blenden met de andere kleuren. Ik werk vervolgens met 4 plankjes. Ik persoonlijk vind het gruwelijk dat heel de tijd mijn handschoenen onder de kleur zitten en dat ik dan mijn handschoenen aan de handdoek schoon moet maken. Nou, ik heb voor elke kleur heb ik een plankje. Het vriendinnetje van Sarah, Melita, die helpt me mee, want dan zit hij er net zo snel zit hij erin. En een transparante folie plaats ik er dan onder. Ik wil namelijk niet dat de kleuren elkaar aanraken en ik werk altijd graag zo clean mogelijk. Dus elk plankje krijgt zijn eigen kleur en dan smeer ik ook al op het plankje de kleur, zodat het haar aan de onderzijde ook de kleur meekrijgt. Dus dat ik zeker weet dat elk haartje in die passé die kleur krijgt. Nou, blend hem dan mooi naar de aanzet toe, dat de kleurtjes mooi met elkaar blenden. En dan plaats ik nu aan de onderzijde ook weer een transparante folie. En dan valt die dus op mijn vorige kleur. Op die manier kan ik mijn kleurtjes heel mooi opbouwen. Ik werk met horizontale passés. Ik heb dus 4 kleuren heb ik gekozen en in dat vaste patroon ga ik gewoon door. Nu heb ik wel met Sarah overlegd van ja, welke kleur wil je nou precies aan de bovenkant zien? Want ja, dat is dan toch de dominante kleur als ze het los in die lop draagt. He, wanneer dat ze de haar beweegt, komen al die kleurtjes komen terug. Dus zij gaf aan van nou, ik wil die en die kleur wil ik bovenop eindigen. En dat heb ik ook gedaan. Maar op deze manier ga je gewoon passé voor passé werk je hetzelfde patroontje af. En zo dadelijk zal ik dat ook aan de achterkant doen. Ik gebruik dus nu hele slides, dus ik ga niet mazen. Maar dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen kiezen, hè, dat je het gaat mazen, dat je nog meer die kleurtjes met elkaar laat blenden. Want nu komt het een beetje in panels op elkaar te liggen. Maar wil je dat het nog meer met elkaar blendt, dan zou je elke passé uit kunnen mazen. En dan zou je de onderkant van de maas zou je een kleur kunnen geven en de bovenkant. Nou, hier zien jullie dat alles erin zit. De 4 vlaks afdeling heb ik gedaan. Alle kleurtjes zitten erin. En nu is het inwerken van 20 minuten. Nog een voordeel van mijn transparante folie is dat ik elk lokje nu individueel kan uitspoelen. Dus ik pak het bovenste lokje vast, ik spoel hem uit, ik verwijder het folietje en ga door naar mijn volgend lokje. Op deze manier mengen de kleuren niet met elkaar. Want stel je voor dat je een hele lichte tint naast een donkere hebt, zou juist die donkere die lichte tint weer in kunnen kleuren. Dus op deze manier kan je alle lokjes individueel uitspoelen. Ik heb het 1 keertje nagewassen met de Keramax shampoo en dit filmpje is gewoon te grappig. Sarah kan dus ook echt niet zonder haar mobieltje. Hier zien jullie alle kleurtjes nog mooi door elkaar. Hoe dat je het ook kan, elke keer is het anders. Nou, voor de camera een trotse dochter met een supermooie kleur.